en andere aanwezigen. Fijn dat jullie er zijn. Mijn naam is Jess Huismans en ik ben de kinderburgemeester van Gouda. En naast mij staan mijn wethouders. Ik ben Stevens, kinderwethouder van sport en burgerschap. Mijn naam is Lies Nieuwenburg en ik ben kinderwethouder van sociale zaken. Ik ben Julia Eisa en ik ben kinderwethouder van jeugd en welzijn. Ik ben Rasmus, kinderwethouder en ik ben kinderwethouder van cultuur en onderwijs. Ik ben Hitte, ik ben wethouder van natuur en duurzaamheid. Twee weken geleden op deze tijd vierden wij als afscheidsfeest als kindercollege tijdens een supercool kidsfeest op de markt. Dan was dat een prachtig feest en we hebben geluk gehad met het mooie weer. Er waren maar liefst rond de 60 mensen aan het werk om het feest een succes te maken. Ik hoef niet uit te leggen, want dat is gelukt. We hebben dus niet alleen met de buur gevolgd, maar ook met al de mensen die zoveel kinderen in de stad voor ons en voor Kika hebben ingezet. Ik wil graag die mensen die hier aan het leren werken hartelijk bedanken. Want zoals jullie weten, was er op elk van de 6 pleinen een activiteit tegen een kleine betaling en waarmee we het geld van Kika hebben ingezameld. Soms was het 1 euro, soms was het 50 cent, soms was het zelfs minder. En met al die kleine beetjes samen hebben we een bedrag verzameld waar we echt heel trots op mogen zijn. Vandaag mogen wij dat aan u aanbieden. Ik steun Kika al een aantal jaren. Dat komt omdat ooit de dochter van een vriendin van ons is overleden aan kanker. En daar ben je dan best verdrietig over. Dat zou toch niet nodig moeten zijn dat je zo jong aan een ziekte als deze overlijdt. Daarom ben ik onder de naam Test Beats Cancer armbandjes gaan verkopen en de oprichter van ging naar Kika. Toen aan het begin van ons termijn als kindercollege een goed doel moesten kiezen voor het Supercool Kidsfeest, vonden we Kika allemaal een heel mooi doel. Kika staat voor kinderkankerfrij. Bij Kika vechten ze tegen deze ziekte voor kinderen. Ze doen uitgebreid onderzoek naar kinderkanker, want dat is echt iets anders dan bij grote mensen. Ze doen dat samen met het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Ik ben daar afgelopen woensdag op bezoek geweest met Dies en ik heb daar zelf gezien hoe de artsen en onderzoekers samen op zoek gaan naar genezing en dat ze ervoor zorgen dat de zieke kinderen ondanks hun ziekte toch een normaal leven kunnen leiden. Ik was daar erg van onder de indruk en weet zeker dat het geld dat we hebben ingezameld op een goede plek was. Daarom zijn we nu dus hier. We hebben een mooi bedrag van Kika, de check zit in deze schatkist. Die is gemaakt door kinderwethouder Rico. Hij wil namelijk alle kinderen die het nodig hebben, iets nodig hebben uit deze schatkist kunnen krijgen, wat ze thuis door omstandigheden niet kunnen krijgen. Dat is nu ook wel van toepassing. De kinderen die kanker hebben, krijgen door Kika en het Prinses Maxima Centrum ook iets wat ze niet kunnen krijgen. Namelijk grotere genezingskansen. En zoveel mogelijk een gewoon normaal leven kunnen leiden. Wij vinden het daarom een mooi symbool om deze check uit deze schatkist te toveren. Dan zullen we nu maar de check gaan behandelen. Voor Kika hebben wij het bedrag opgehaald van 525,87 euro. Een beetje voor de voeten leggen, Mike. Door zo'n prachtige presentatie te geven over wat Kika allemaal doet. Dus ja, ik vind het fantastisch. We zijn er ontzettend blij mee. Het geld komt ook allemaal terecht bij Prinses Maxima. Daar kun je 100% van overtuigd zijn. Nou, dat hebben ze jullie ook waarschijnlijk verteld toen jullie daar geweest zijn. Het is inderdaad een prachtig instituut waar we hopen dat over een aantal jaar we kunnen zeggen van we streven nu naar 75% genezing, maar we willen over een aantal jaren op binnen afzienbare tijd naar 95% genezing. Dus dat, daar gaat dit bedrag zeker bij helpen. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie aan Kika gedacht hebben. Prachtig initiatief. Dus nogmaals, namens alle zieke kinderen, ontzettend bedankt. Applaus!